De veteranen die zijn al best wel oud, in de 90. En ik ben misschien wel een van de laatste die hun verhaal nog echt persoonlijk heeft kunnen horen. En daarom zou ik heel graag het verhaal wat zij mij hebben verteld door willen vertellen. Zoals straks, als de veteranen uiteindelijk dood zijn, dat dan hun verhalen eigenlijk nog wel bestaan. I think about it almost every day. It's part of living. Ik ben Jeroen en ik ga nu mijn verbredingsproject over de persoonlijke verhalen van veteranen presenteren. En wat is dan een verbredingsproject? Veel van jullie weten dat wel. Het is een individueel project wat je doet, waarbij je tijdens de lessen de les uit mag en aan je eigen project gaan werken, wat jij vaak veel interessanter en veel leuker vindt om te doen. En dit jaar heb ik dus de tijdlijn van veteranen onderzocht. Of eigenlijk wat de veteranen hebben gedaan tijdens de oorlog en dan hun persoonlijke verhalen. En die heb ik de laatste tijd eigenlijk bij elkaar gezocht. Belangrijk is dat Jeroen het in ieder geval allemaal helemaal zelfstandig gedaan heeft. En Jeroen ook wel een beetje kennende, dat durf ik wel te zeggen, heeft hij dat degelijk aangepakt. Roberts, die heb ik nog geprobeerd via Facebook te bereiken. En daarna heb ik de rest via internet nog opgezocht. Een van de veteranen is Bill Gladden. Tijdens D-Day heeft hij een schotwond opgelopen. Moet toch wel een trauma geweest zijn, wat je toch niet echt los kan laten in het begin. The children do realize what the war was about. And I'm sure that they going to make sure that it does not happen again. Ik had eigenlijk weinig Engels gehad, dus het was wel even moeilijk om ze in het Engels te interviewen. En dan moet je ook wel heel duidelijk Engels spreken, want ze zijn natuurlijk al best wel heel erg oud. Ik vind het super interessant om de verhalen van die veteranen te onderzoeken. Eigenlijk moet ik die verhalen nog wel een beetje doorvertellen, zodat meer mensen weten van die toch wel verschrikkelijke gebeurtenissen die hun meegemaakt hebben. Ja, de oorlog was onnodig, maar we hebben het niet voor niks gedaan. In een oorlog zijn er geen winnaars, maar zijn ze allemaal verliezers. Just live in peace, love each other, be kind to each other. Ik denk dat als je weet wat een oorlog eigenlijk echt met mensen doet en hoe een soldaat bijvoorbeeld een oorlog beleeft, dat je dan mensen veel minder snel zullen zeggen, ja, een oorlog is toch wel een oorlog zullen beginnen bijvoorbeeld als leider. Want als hun ook met zo'n veteraan spreken, denk ik toch echt dat er veel minder snel oorlogen zullen ontstaan.